In november 2014 kwam er een groot belastingschandaal aan het licht. LuxLeaks onthulde dat meer dan 350 grote bedrijven vrijwel geen belasting betaalden, dankzij individuele belastingafspraken met de Luxemburgse Belastingdienst. Dit maakte duidelijk hoe groot het probleem van belastingontwijking is. Europese leiders beloofden ons om dit te veranderen. Maar is dat echt gebeurd? ...15% van de landen in de wereld zijn belastingparadijzen. Door hen lopen landen ieder jaar 170 miljard euro aan belastinginkomsten mis. Dat is 3 maal de economie van Luxemburg. En dat is ook 4 keer zoveel als alle Nederlanders in 2014 aan loon- en inkomstenbelasting betaalden in Nederland. En deze belastingparadijzen zijn dichterbij dan je denkt. Wist je dat 10% van alle winst van Amerikaanse bedrijven in Luxemburg wordt geregistreerd? Nederland ongeveer 20.000 brievenbusmaatschappijen telt die alleen op papier bestaan? Meer dan 36.000 huizen in Londen eigendom zijn van bedrijven die gevestigd zijn in belastingparadijzen? Gewone belastingbetalers kunnen geen gebruik maken van belastingparadijzen. Die zijn er alleen voor grote bedrijven en de superrijken. Het is de hoogste tijd om dit te veranderen. Veel belastingparadijzen in Europa zijn nauw verbonden met belastingparadijzen elders in de wereld. Maar Europa kan belastingontwijking aanpakken als we de juiste afspraken maken. Daarom eisen de Europese Groenen 10 dringende maatregelen. Lees meer op belastingcrisis.eu. Trouwens, de eerste maatregel is om klokkenluiders beter te beschermen.